Doe je mee met Lara en Max? Kom je spelen met Lara en Max? Wil je leren met Lara en Max? Lara en Max. Lara en Max. Hallo allemaal, welkom bij Lara en Max. We gaan vandaag een Flower of Life maken. Voor degenen die het niet weten wat het is een soort hele mooie bloem. We gaan het maken met wc-rolletjes. Ga maar zitten, Max. Ja, leg maar uit wat de kindjes moeten doen. Nou, we gaan... Kijk, als eerste pak je een wc-rolletje. En dan maak je het plat. Laat het maar voor de camera een beetje zien. Maak hem maar plat, Max. Goed zo. En dan maak je hem op maat. Dan kun je zelf kiezen, met de snijmachine. Kijk, aan de ene kant is misschien iets groter, dus dan letter. En een papa en een mama erbij als de snijmachine gebruiken. Ja. Je legt hem neer en dan ga je snijden. Zo, nou. Deze is voor jou, Max. Laat maar even zien, het stukje. Kijk, dan heb je zo'n stukje. Ik heb dat gewoon door. Oké, nou. Dan gaan we maar beginnen. Even wegzetten. Max, wil je even laten opschrijven? Wil je even laten opschrijven daar? Oké, nou. Je pakt eerst een paperclip. En nog een wc-rolletje. Precies op jouw maat. Pak maar daar een wc-rolletje, Max. En die maak je met een paperclip aan elkaar vast. Zo dus. En dat ga je dus ook doen met 6 van de wc-rolletjes. Deze is groter dan die. Dat maakt niet uit. Doe maar 6 van elkaar maken, Max. Laat het om de wet. Nee, het gaat niet om de wet. Oeh, ik heb er een. Oeh, deze is echt iets. Laat eens even kijken, Lara, voor de camera. Kom je even wat dichterbij? Nee, kom even wat dichterbij. Dan laat je even zien hoe die paperclipjes erin zitten. Oké, die paperclipjes die doe je zeg maar aan de ene kant en aan de andere kant. Zodat ze alle twee... Ja, en hoeveel van die dingetjes hebben ze nodig? Van de paperclippen bedoel ik. Nee, hoeveel wc... 6. 6, oké. Bloemetje met 6 blaadjes. Ja, kijk, zo dus. Ja, oké. Max, heb jij hem al? Nou, jij bent een worm aan het maken. Nou. Lara doet je zo wel helpen. Kijk. Dan moet je zo doen. Dan moet je eigenlijk ook zo. Oké, nou. En wat gaan jullie nu doen? Nu pak je ook zo'n wc-rolletje. En kijk, je hebt hier zo'n opening zitten. Ja. En die laat je dan daar tegenaan. Dus dan ga je de bloem dicht maken, zeg maar. Ja. Oké, duidelijk. Ik heb nog een wc-rolletje nodig. Voor aan de bloem. En wat moet je doen? En als je je verveelt of zo, dan kan je dit gewoon gaan doen. Ja. Nou, wat doe je dit? Heel goed. Die Flower of Life is een symbool dat over de hele wereld wordt gevonden. Dat klopt. In Egypte, in de piramides. En dat symbool heeft heel veel kracht, hè, Lara? Mm-hmm. Wat doen wij nog meer met de Flower of Life? Nou, we hebben... Ja, we maken... De kleuren, hè? Ja, kleuren, dat ook. En we maken hier hele grote maken van. Dan ga je die dadelijk even laten zien, hè? Ja. Lukt het, Max? Ja. Gelukt. Alleen nog wat opschrijven. Dus, nee. Ik heb hem bijna af en dan laat ik jullie de tweede stap doen.
Bedoel je zoiets? Deze is een beetje stuk. Maken die van jou zo meteen wel af, Max? Deze is stuk. Laat even de kindjes dit zien. Ja. Gemaakt. Ik moet er nog maar eentje. Ik moet er ook nog maar één. Tel eens de blaadjes. Hoeveel blaadjes heb je al, Max, van het bloemetje? Tel de blaadjes eens. 1, 2, 3, 4, 5. En hoeveel moeten er nog bij? 6. Ja, goed. 6 blaadjes, had Lara gezegd, hè? Aan welke zal ik deze vast maken? Die of aan die? Ik heb 2 keuzes. Je moet aan allebei vastgemaakt worden, die laatste. Dus heb je 2 paperclipjes nodig. Dat die goed vast zit. Oké, nou. Ik ben klaar. Laat me even zien, Lara. Zo komt het eruit gaan zien. Dat is 1 bloemetje. Oké, kijk wat je nu eigenlijk moet doen. Laat me even zien, ik zie het nu niet. Oh. Ja. Dit wordt een bloem. Dit zijn al 3 blaadjes, zeg maar. Dit stuk. En dan moet je hier ook nog 3 maken. Ja, dus zeg maar als deze af is... Ja, dan begin je daar weer een nieuwe bloem te maken. Maar laat de grote maar... Ja, laat maar eens even zien hoe je dan verder gaat. Ik laat nog een stukje zien en dan laat ik wel. De laatste stuk. Dus iedere keer maak je een nieuwe bloem. Kijk, nu ben ik hier een nieuwe bloem aan het maken. En die heeft ook weer 6 blaadjes nodig. Ja. Dus in welke blaadjes tellen dan mee voor die bloem? Dus eigenlijk de buitenkant van die ene bloem zijn de blaadjes van de andere bloem. Ja, dat klopt. Staat ervoor, Lara. Oké, nog 1 blaadje. Ja, goed zo, Max. Let niet echt op mijn bloem. Laat eens kijken. Ja, hartstikke goed. Het lijkt meer op een vlinder. Dat mag ook, je kunt er van alles van maken. Ik heb er ook een keer een hond van gemaakt. Een tackle. Oké, kijk. Hier heb je dan ook een bloem. En daar begint de volgende bloem. Nou, maar zeker, geef eens ermee. Alsjeblieft. Zo ontstaat die. En dan moet die weer, zeg maar, de buitenkant. En hier en dan je kun je daar ook weer een eentje. Nieuwe bloem. Laat de grote maar eens even zien. Okay. Dan hebben we klaar liggen. En dit is het eindresultaat als je zo lang doorwerkt. Nou, is het nog niet het eindresultaat. Want wat doen we? Dus we maken deze af, hè? En daarna, wat doen we daarna? We spuiten soms wel eens goud. Goud of zilver. Mm-hmm. En dan heb je een heel mooi kunstwerk voor in de woonkamer op te hangen of op je slaapkamer. Mag deze nog gesneden worden? Ja, dat doet Lara zo voor jou, schat. Want ik wil een vlinder maken. Ja. Nou Lara, dankjewel voor de uitleg. Alsjeblieft. En wil je nog wat zeggen tegen de kindjes die in kijken zijn? Ja, nou het is heel leuk om te maken, vind ik zelf. En je kan hem dan ook bijvoorbeeld thuis tegen de muur zetten. Wij hebben hem naast de televisie staan. En dan kan ik elke dag naar kijken. Ik vind hem heel leuk. Het is echt een kunstwerk, hè? Ja. Ja. En daar komt heel veel liefde vanaf, hè? En vooral als je hem in de kleur maakt waar je van houdt, hè? Goud of zilver of misschien wel roze of groen. Max, wil jij nog wat zeggen tegen de mensen? Nee. Nee? Oké, okay, dan zwaai maar allebei. Maar doei. Je kunt er alles van maken. Zelfs een vlinder, een hondje, een poes. Ja, leuk hoor. En je kunt er een huis van maken, een deur. Ja. Oké, okay. Doe maar zwaaien met z'n tweetjes. Doei. Tot de volgende keer. Doei.